dit. Voudig is het gezegd, ah. Wauw. Altijd van je houden. Ik vind het verkeerd. Zo snel is alles uitgelegd. Nee, ik ben niet op zoek naar een vers in een boek. Ja, kom. Van een dichter die ik jou niet ken. Ja? Om te weten dat jij voor altijd bij me hoort. En op een dag zeg je ja. Iemand roept dan kustig uit. En ik beschrijf waar ik sta. Al mijn dromen komen uit. Nee, ik hoef geen verhaal in een moeilijke taal. Om te weten dat jij het bent. Want met J en met A. Ze durf je ook aan te kijken, vind ik wel. Aan je zijde staan. En op een dag zeg je ja. Iemand roept dan kus de bruid. En ik beschrijf waar ik sta. Al mijn dromen komen uit. Ja! Volgens mij is een van jouw dromen nu al wel uitgekomen. Ja, spannend. Ging goed, hè? Ik denk het, ja. Niet weglopen, niet weglopen. Blijf bij mij. We gaan eerst eens even bij hen vragen, want hij werd heel snel gedrukt bij je. Jazeker, het was echt heel steady gezongen. Ik vond misschien dat uw bewegingen nog wel iets meer mochten zijn, maar ik denk, ja, het was wel wat naturel zo. Nog een beetje zo van, ja, ik weet niet goed wat ik moet doen, maar... Ja, dit kan wel zingen, dus de rest volgt wel. Zo voelde ik het een beetje aan. Maar heel tof, ja. Dankjewel. Samantha. Ja, ik vond het een erg aangename klank, inderdaad. En daar hadden we het gelijk over. Van wauw, ze durft wel. Het is ook geen bluff. Je durft ons gewoon aan te kijken. Dat vind ik leuk. Want je moet niet opzij gaan. Voor ons twee alleen nog niet. Er staat straks tienduizenden mensen voor. Ja. Ja. En ja, ik vind het wel... Het is ook... Het is allemaal niet gespeeld of zo. Ik geloof het wel. Je moet wel... Ja, ik ook. Er zaten wel een paar kleine nootjes in waar je wel natuurlijk... Ja, je moet wel iets werken aan je stem. Maar dat is denk ik wel allemaal te doen. Het is ja, een hele frisse, leuke auditie. Dank je wel. Kijk eens even. Kijk eens even. Over kijken gesproken. We gaan even naar de kijkkant. Gordon. De kijkkant, ja. heel eerlijk gezegd, je ziet er hartstikke leuk uit. Maar denk ik nog net niet de star quality om naast K3 te staan. Maar dat heeft puur te maken met een soort van... Misschien als je het zelf terug gaat kijken, dat je denkt van oké... Okay, maar wat wel grappig is, als ik heel even tussendoor mag... Ditzelfde liedje heeft Hanne ook geauditeerd. Ja. Serieus? En Hanne stond er eigenlijk nog veel meer als een klein vogeltje bij in de tijd. En het is wel gelukt. Ja, dus je moet je niet laten... Ja. Maar dat zeg ik, daarom kijk het terug. En dan weet ik zeker dat je het... ja, wie weet kom je ertussen. Oké. Okay. Ja, Ingeborg. Helemaal akkoord met Gordon. En ik ben inderdaad ook benieuwd. Ik hoop dat je door mag, gewoon omdat je zou kunnen doorgroeien in deze wedstrijd. Dat hoop ik voor Leuk, je. Ja. Nou, laten wij ons dan omdraaien. Laten we dan eens kijken of jij van ons publiek die kans krijgt om door te groeien. Je weet hoe lastig het ondertussen is om op zo'n stoel terecht te komen. Maar het is niet onmogelijk. En als dit publiek jou fantastisch vindt, dan hebben ze je heel veel sterren gegeven. Julia zit al vanaf auditieronde 1 op de stoelen. Dat is al een applausje waard. Julia heeft 398 sterren gekregen van het publiek. Julia, mocht je van die stoel afvallen nu, dan heb je het heel lang volgehouden. En dan is nog niet alles verloren, hè? Nee, maar weet ik. Zover is het nog niet. Ben je er klaar voor, Suzanne? Ja. Mogen wij zien. Hoeveel sterren krijgt Suzanne?